Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. We zijn nog niet zo lang wakker. We hebben alleen maar even een koffertje gehad. En we gaan even buiten een ontbijtje scoren. Plus we gaan vandaag even shooten. We hebben allebei nieuwe outfits die we echt nergens hebben aangetrokken. Dus we dachten we gaan gewoon lekker shooten. Ik heb allemaal leuke dingetjes van de Zara gescoord. En ja, je komt nergens tegenwoordig. Dus ik dacht ik ga gewoon lekker foto's maken. Dit is mijn outfit van vandaag. Ik heb dus een trui aan van de Zara. Dat is mijn nieuwe collectie. En ik vond het roze echt zo leuk. Vooral nu met het blonde haar. Echt zo Barbie. Ik heb daaronder gewoon een spijkerbroek op van de Zara. En dan echt heel leuke hakken eronder. Ik voel me echt vandaag een Barbie zo. Met al die kleuren. We hebben besloten om even snel te gaan ontbijten bij de Subway. Lekker in de buurt. En ik vind Subway eigenlijk altijd wel lekker. En daarna even lekker shooten, hè. Guys, deze shoot was zo'n veel. Het was zo koud. Het is natuurlijk logisch, want ik heb gewoon hakken aan. Sandaaltjes. Maar deze trui ook. De wind komt daar gewoon helemaal doorheen. Dus ik ging helemaal dood. Dus we zijn er maar mee gestopt na 5 minuten. We gaan nu lekker ontbijten. We hebben nog steeds niet ontbeten trouwens. Want we gingen naar de Subway en er was zo'n lange rij ervoor. En we dachten, nee, we gaan gewoon even snel foto's maken. Maar het is niet gelukt. Nee, jouw foto is ook niet mooi gelukt, hè? Nee. Ik zei tegen haar van ik heb heel slecht licht en de wind was ook heel hard en toen vroeg ik haar van is het mooi bij jou? Ze zegt ja, bij mij is het mooi. Ik dacht van wat doe ik verkeerd? Guys, we zijn net thuis. Ik had het echt zo koud. Ik heb lekker een truitje aangedaan van Nessie. Are you vlogging? Ja, trouwens Ness, heb ik maar niet gezegd. Wat vind je van mijn nieuwe haar? Ja, mooi. Wat dan? Ja? Leuk. Do you like it? I like it. Wel dat ik even weer mijn UX uit de kast heb gehaald, want jongens, mijn voeten gingen echt dood. Eerlijk, mijn sokken leken op Dinar. Oh, Dinari. Dus mijn ergste nachtmerrie is net uitgekomen. We wouden net weggaan. En wat gebeurt er? Ik was aan het ouwehoeren met Nessie. En mijn sleutel valt gewoon zo in die gleuf van de lift. Je denkt er altijd bij na, hè, als je in de lift staat. Dat je denkt van, oh mijn god, wat als mijn sleutel daar precies tussen komt. Dat is dus gebeurd. We hebben de alarmcentrale gebeld. Ze zouden ons nog bellen. Maar alle sleutels van mij zitten daar gewoon. Gelukkig gaan we binnenkort verhuizen. Ja. Nee, maar hebben we een reserve? Ja, ik heb alleen geen reserve huisje. Wat is dit dan? Dit is voor de garage. Nou, dat scheelt al heel veel. Oké, wat we nu gaan doen. Iedereen heeft zo zijn eigen sleutels nu. Ik heb alleen... Nee, hij heeft nu alleen geen huissleutel. Ik ga even een kopie maken van een huissleutel. Heet dat zo? Of een reserve sleutel maken? Ja, gewoon een sleutel maken. Ik moet naar de sleutel om dat even te fixen. En dan kunnen we weer verder met onze dag. Normaal gesproken zou ik al lang geflipt zijn, maar... Ja, scheid joh. Eindelijk een ontbijt gescoord. We hebben toch een Subway broodje gescoord, jongens. Lekker tuna melt. Guys, ik ben even naar de Strawberry gereden in Rotterdam. Om een bestelling op te halen. Moment. Kijk, ik heb een speciale bestelling gedaan. Ik heb namelijk aardbeien besteld met pure chocola. En dan met minimaal 70% chocola. En die lukken dus echt... Best wel goed, maar dan krijg je wel zo'n heel dikke laag. Maar ik vind het persoonlijk lekker. Een hele goede morgen, guys. Ik sta weer in mijn auto. Het is vandaag dinsdag. Ik moet even mijn cappuccino aan het ophalen. Ik ga zo richting Hilversum. Ik had echt geen tijd om thuis mijn camera erbij te pakken. Want ik had echt zoveel haast. En ik had mijn wekker gezet en ik ben er gewoon doorheen geslapen. Dus ik moest me even heel snel klaarmaken, want ik ga richting Hilversum. Ik heb daar opnames voor Spot On. Echt heel veel zin in, was voor mij ook best wel lang geleden. Ik heb een truitje aan, zo'n cool truitje van Naked. Hij is echt heel erg fijn, die stof is ook echt heel erg fijn. Ik heb ringen van de Zara. En ik heb een pantalon eronder en ik heb dus een verkeerde gepakt. Ik heb eigenlijk twee die op elkaar lijken. En eentje is gewoon precies mijn maat en die andere is eigenlijk een beetje te groot. En ik heb dus nu per ongeluk de grote aan. En ik merk het gewoon nu pas. Hij zit best wel zeg maar een beetje baggy. Maar dat was niet de bedoeling. Maar maakt niet uit. Ik heb gewoon lekker sneakers eronder. Gewoon een comfy outfit. En ja, yeah, that's it. Nog steeds heel erg happy met mijn haren. Wat een verschil jongens. Echt heel mooi. Ik ben echt benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. Want toen ik dus aangaf in mijn vlog dat ik dus weer blond ging. Ging iedereen, ja tenminste ik kreeg een paar comments eronder van... Nee, deze kopkleur is echt heel mooi bij jou. Echt zo laat, bla bla. Maar ik had toen al lang mijn haren geverfd. Tenminste, heel erg tevreden mee. Vooral in combinatie trouwens met deze kleur. Is het echt heel erg mooi, blond haar.
Oh ja, en op de TikTok had ik een filmpje geplaatst met dat ik dus nu blond ben. En toen zeiden er ook een paar onder, noem je dit nou blond? Dat is geen blond, dat is bruin haar met 3 highlights. Terwijl ik denk van, ja, jullie weten toch wat ik bedoel. Ik ben gewoon van een koperkleurtje naar mega veel highlights gegaan. Hi. Je hebt een cappuccino. Ja. Heb je nog iets van suiker? Nee hoor, dankjewel. Jij mijn meidje komt ja, zo aan. Ik zag het al, ja. Mij een cola geven, maar ik dacht, oh, dat heb ik helemaal niet besteld. En die snappen toch wel wat ik bedoel. Ik bedoel gewoon dat ik van een donker kleurtje gewoon naar heel veel highlights ben gegaan. Dus lekker blond ben gegaan. Voor mijn doen is het zeg maar echt blond. Maar ik kreeg opmerking van, noem je dit blond? Guys, ik zie jullie straks denk ik even weer. Want ik ga even lekker op de weg letten. En een boek luisteren. Oh, dat heb ik ook nog niet verteld. Dat stel ik jullie even straks. Ik heb dus een app gedownload en die heet Storytel. En daar kan je dus boeken gewoon luisteren. En dat vind ik echt heel chill. Want bijvoorbeeld nu moet ik gewoon 50 minuten rijden. Dan kan ik net zo goed die 50 minuten even gewoon goed benutten. In plaats van dat ik naar muziek ga luisteren of wat dan ook. Ik had dus laatst een boek gekocht en die heet The Miracle Morning. En ze hebben dus die boek ook op Storytel. Dus nu kan ik hem gewoon verder beluisteren in plaats van lezen. En dat vind ik gewoon heel erg chill. Want dan doe ik gewoon 2 dingen tegelijkertijd. Normaal gesproken zou ik hier toch of muziek luisteren of... eigenlijk helemaal niks, gewoon rijden. En voor als je hem dus ook wilt downloaden, de eerste 14 dagen is die gratis. Dus echt een aanrader. Als je bijvoorbeeld na 40, als je bijvoorbeeld na 2 weken toch denkt van nou ik vind er niks aan, kan je hem altijd nog gewoon wegdoen. Dus ja, aanrader. Not sponsored. Hoe je kunt bereiken. Het leven is te kort. Het wordt zo vaak gezegd dat het een cliché is geworden, maar deze keer is het waar. Ik heb hier opnames vandaag bij Spot On. Ja, kom maar verder. Is goed, dankjewel. Kijk, dit bedoel ik dus met mijn pantalon die eigenlijk veel te groot is. Oh. Ik ben dat nu voor die camera. Ja. Horen deze ook nog bij? Nee, die waren echt zo. Ze waren echt... Oh, guys, ik ben klaar met de opnames. Het was echt heel gezellig. Echt heel leuke meiden. En nu ga ik weer richting huis. Weet je wat ik wel heel graag nog wou? Ik ga even kijken of ik misschien nog ergens kan shooten. Want ik heb dus mijn statief bij. Anders vind ik het zo zonde, want ik ben nu toch... Welke kant moet ik nou op? Oké, guys, ik ben random ergens gestopt. Want ik ga gewoon in de middle of nowhere lekker shooten. Met mijn kleine afstandsbediening. Ik denk misschien daar op een paardje gewoon lekker midden op de weg. Want er zijn hier bijna geen auto's. Ik heb net nog letterlijk op 3 plekken lopen te shooten. Ik hoop echt dat er iemand leuks tussen zit. Ik heb lekker een koffietje gehaald en ik ga nu naar boven. By the way, ik heb mijn sleutels weer. Ik moet er echt mee oppassen dat ze dus niet weer hierin gaan vallen. Maar de alarmcentrale was langs geweest en die hadden hem voor mij eruit gehaald. Hoe lief trouwens. Ik heb een mok gekregen. I love that, want daar kan ik lekker koffie in drinken van Spot On. En een heel lief kaartje, kijk. Lieve Mirjam, veel plezier met de nieuwe woningen. Heel veel goeds toegewenst in jullie huwelijk. Nou, dat is toch cute? Wat? Kijk, ik heb een nieuw pakketje binnen van Queen Tarzi. Even kijken of ik met 1 hand kan. Ik hou persoonlijk dus echt van bruine eyeliners. Ik vind het bij mij ook echt veel mooier. Zo gevaarlijk om PR-pakketjes te krijgen met koekjes erin. Ik heb er al eentje op. Ik wil nu boodschappen doen. Ik wil gewoon thuis blijven. Ik heb lekker... badjas aan en ik had mijn bier ook aangestoken. Huh? Zo snel met het. Oh, laatste tijd heb ik gewoon geen zin meer in boodschappen doen. Echt gewoon. Ja, je wil wel eten, maar je wil geen boodschappen doen. Ja, één koek. Eten van gisteren was wel lekker, hè? Oh man, heb ik nog. Ik wou vandaag weer houden. Maar. Oh, is waar. Huh? Wat zei je nou? Wat? Wil je halen? Niet vandaag, laten we het van het weekend doen, dan is het tenminste toch leuk, anders... Wij zijn maar, nee, je had de verkeerde luister. Besteld, je hebt heel veel krap, ik wil geen krap. Luister, wij verpesten het leukheid in jij iets. Jij hebt... Wij gaan zo vaak ergens heen dat het niet meer leuk is, dat is ons probleem. Maar jij hebt het niet leuk gemaakt. Wat heb ik niet leuk gemaakt? Ik heb niet gekozen. Meer, ik heb naar jou gefacetimed, weet je niet meer? Weet ik, maar ik heb toch niet gekozen. No. Ik wil een hond. Ik heb het geprobeerd. Ik wil gewoon een monster.
Daar gaan we weer, daar gaan we weer. En mijn man is een verzamelaar. Oh, ik heb in de auto, heb ik dit keer 4. Oh ja, net in de staat. Ja, en? 5,5 euro, jongen. Oh, dat valt best wel mee. Zo? Vind je goed? Normaal meer, toch? Nesmi heeft gekookt en het ziet er zo goed uit. Wat heb jij gemaakt? Leg eens uit. Ik heb geen idee hoe het heet. Wacht even, ik ga het opzoeken, ja? Ik weet het nu, wacht. Het is een chicken Florentine pasta. Oh my god. Chicken Florentine. Thank you so much, ik ben heel benieuwd. Ik ga even een hap nemen. Dus het is weer zover. Ik ben weer in slaap gevallen, gewoon midden op de dag na het eten. Ik heb het heel vaak als ik gewoon vroeg opsta, dat ik dus midden op de dag gewoon helemaal in elkaar stort. En ik weet niet of jullie daar ervaring mee hebben en wat jullie eraan hebben gedaan. Maar ik ga even snel naar de appie. Dus ik denk dat ik jullie gewoon morgen even ga zien, want ik ben helemaal gesloopt. En de pasta van Nessie was heel lekker. In plaats van buiten mezelf was. Opeens was de angst verdwenen en liet ik me in de leegte vallen. Ik kan me niet herinneren wat er daarna gebeurde.